Hey, hallo, kom erin. Mijn naam is Jo Voordewind, welkom. En we gaan vandaag eens kijken wat we voor innovatieve manieren kunnen bedenken om betrokken te raken bij de allerarmsten in de wereld. Dork is begonnen met een veiling, dat gaat 4 keer per jaar plaatsvinden, met goederen boven de 100 euro. En ja, ik heb ook eens rondgevraagd in mijn vriendenkring en mijn kennissen, ook eens even wat gekeken wat je ongeveer dan zou kunnen inzamelen. Nou, je ziet hier een iPad. 2015, maar doet het nog prima. Als je straks op vakantie gaat, e-reader gebruiken, prima. Gouden horloge kregen we te pakken. Een witgouden ring met een diamantje erin. Allemaal zeker boven de 100 euro. Een televisietje voor op de camping. Als het weer regent in Nederland, je weet het niet. Ik heb hier bijvoorbeeld een lexicon, een antieke encyclopedie. Ik denk persoonlijk dat die meer dan 100 euro waard is. Maar zeker weten doe ik niet, dus dan ga ik gewoon even appen naar Dorcas. Ik maak een foto. En dan hoor ik binnen 1 of 2 dagen van Dorcas hoeveel die waard is. Hier een plafonnière voor het bureau te gebruiken, maar ook natuurlijk gewoon voor de gezelligheid in de woonkamer met verschillende lichtstanden. Ik lijk wel een verkoper, hè? Maar hier een tafeltje die ik al een tijdje in de schuur heb staan, maar nu beschikbaar komt. Een mooie vintage tafel. Hier een Philips Stark, een originele Philips Stark. Een Franse klassieker. Hoe zit het? Heerlijk. En hier hebben we bijvoorbeeld ook nog een flashmachine. Daar kan je dus garen mee maken. Nou ja, dit zijn allemaal spullen die je zou kunnen verzamelen en die je aan Dorcas zou kunnen aanbieden voor die veiling. Dus ik zou zeggen, doe mee. Ga naar de website dorcas.nl/veiling en geef je op.